Hallo, ik ben Merlin. Welkom bij deze video. De video van vandaag zal zijn een hele moeilijke examenroute in Mierlo. Heel veel kijkplezier. Hoe gaat het rijexamen in zijn werk? Als volgt. De examinator die zal je papieren controleren. Dat kan zijn je ID, paspoort of misschien heb je al een bromfietsrijbewijs. Dan ga je een kenteken lezen. Op een meter of 25 om te kijken of je ogen goed zijn. Dus als het ware een ogentest. Dan ga je wat vragen krijgen. Dat kan zijn in de auto, buiten de auto, over de motorkap, alles wat eronder zit en eventueel over de banden. Nou jongens, leuk dat jullie deze video gaan bekijken. Volgen jullie mij al op ons Instagram account. Dat is verkeersschool_weber. Ik zou het leuk vinden als jullie mij op dat account ook gaan volgen. Alvast heel veel bedankt. Hoe gaat een rijexamen in zijn werk? Dan ga je samen op pad. Dat kan op aanwijzingen zijn of misschien beginnen ze gelijk op navigatie. Je krijgt wat stukjes binnen, buitenbouwkom, stukje snelweg, twee bijzondere verrichtingen, etc. Dus ongeveer gaat zo een examen eruit zien. We gaan hier bij de parkeerplaats verlaten en dat doen we naar links. Ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik kijk goed om me heen. Het is een in-uitritconstructie. Dus ik moet al het verkeer voor laten gaan. Dus ook de voetganger. Nou, er komt niks aan, dus ik kan mijn weg rustig vervolgen. Ik kijk gelijk binnen buitenspiegel en ik rijd door. Dan zie ik al dat rechtdoor een auto aankomt, rijden twee en ik mag daar ook niet in. Ik moet naar links. Ik kijk binnen, buiten, naast. Richting, ik doe een nakontrole. Ik laat hun even voorgaan. Rechtdoorgaand verkeer gaat voorafbuigend verkeer op dezelfde weg. Ik kijk om me heen en ik vervolg rustig mijn weg. Nou, je ziet dat het een 30-zone is. In een 30-zone zijn de straten altijd gelijkwaardig. In de tweede versnelling zo'n 233 kilometer. Kijk links voorbij de bomen, dan kun je de weg al heel goed overzien. Dus op het moment dat ik ga kijken in de bocht, dan kijk ik te laat. Maar kijk ik van tevoren, dan kan ik al veel meer zien. Ik kijk hier rechts tussen de bomen door. Dan kan ik heel de weg al vooruit kijken. Kijk af en toe mijn binnenbuitenspiegeltje. Wat gebeurt er om mij heen en achter mij? Ik kijk al rechts voorbij de bomen. Ik zie daar die fietser. Er komt een bocht aan. Ik moet er dus even achter blijven. Ga er niet voorbij in een bocht. Dus in een bocht, gelijkwaardig kruispunt, moet je nooit inhalen. Nou, dan kan ik erbij. Ik heb binnenbuitenspiegel. Ik kijk naast me. Ik ga er ruim voorbij. Terugkomen, binnenspiegel, rechterspiegel, rechterschouder. En dan ga ik weer terug. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken. En ik vervolg rustig mijn weg. Als ik vooruit kijk, zie ik alweer twee fietsers fietsen. Ik kijk even op de navigatie. We gaan het bruggetje over zo dadelijk. We zien dat we buiten de bebouwde kom komen. Ik zal als eerste hier gelijk een bijzondere verrichting doen. We hebben de fietsers de gelegenheid om weg te rijden. Ik ga aan de kant stoppen. Ik kijk binnen, voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting. Ik doe een nakontrole en ik stop hier aan de rechterzijde van de weg. Ik zet de richting terug. Ik zet de handrem erop. Ik zet hem in de goede versnelling. Nou, ik ga de hellingproef dus doen. Ik kijk binnenspiegel, voor, linkerspiegel, naast, richting. Ik geef gas, ik laat rustig de koppeling opkomen, ik kijk nog even om me heen en ik ga door. We hebben hier de witte pijl, het verkeer wat tegemoet komt moet ons voor laten gaan. Denk eraan, rijdt er iemand door, wacht dan gewoon even. Kijk toch nog even naar rechts, naar het fietspad. En ik vervolg rustig mijn weg. Ik zie een voetganger, ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel naast. Ik passeer ze ruim, bij terugkomen kijk binnenspiegel voor, rechterspiegel schouder en ik kom terug. De eerstvolgende zijstaat hier is gelijkwaardig. Ik kijk al hier rechts tussen de bomen door. Ook fietsers voor en verleden, komt niks aan. En ik rij rustig door. Een fietser. Ik blijf er heel even achter. Komt nog een fietser tegemoet, dus dan wordt het heel smal. Kijk ook rechts voorbij die bomen dat de bocht door kan kijken. Komt nog een fietser aan. Ik blijf gewoon even achter. Even geduld houden. Wacht tot hij gepasseerd is en dan ga je er voorbij. Ik kijk heel de bocht door, is helemaal vrij. Ik heb binnenbuitenspiegel naast en ik ga hem ruim voorbij. Als ik hem in mijn binnenspiegel zie, ga ik terug. Ik kijk even naast en ik ga terug. Ik kijk even naar links. Ik ga op deze drempel ga ik linksaf. Ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Alles wat rechtdoor gaat, moet ik voor laten gaan. Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor. Afbuigend verkeer. Ik kan er nog voor langs, dus gelijk van die gelegenheid gebruik maken. Binnen buitenspiegeltje kijken. Ik ga rustig de snelheid opvoeren. En ik vervolg rustig mijn weg. Denk eraan, op een 60 weg ook 60 rijden. Kijk links bij die bomen. Kun je de bocht veel beter overzien. Dus hoe eerder je kijkt, informatie hebt, des te beter kun je handelen.
Nou, ik krijg een drempel. Ik heb binnenspiegel, buitenspiegel. Laat gas een beetje los. Je ziet, het is hier een beetje een wat scherpere bocht. Ik schakel hem even in zijn 3. Ik doe hier net iets rustiger aan. Dus ik knal hier niet 60 erheen. Misschien komt er een voetganger tegemoet gelopen. Dus ik rij hier even rustig door. Ik kan de bocht overzien en ik geef gas bij. Ja, dan gaan we zo dadelijk linksaf de eerstvolgende weg. Ik kijk binnenspiegel voor, linkerspiegel over mijn linkerschouder, richting naar links. Ik ga een nakontrole doen. Ik kijk binnen buitenspiegel om af te remmen, terug te schakelen. Gelijkwaardig, een straat die niet goed kan inzien rechts. Eerst kijken, rechtdoor komt niks aan. Maak een ruime bocht, dus naar links de bochten ruim, naar rechts de bochten kort. Ik kijk even, fietsers moeten ons voor laten gaan. Ik kijk binnen buitenspiegel en ik vervolg gelijk mijn weg en mee doorschakelen naar een hogere versnelling. Ik kijk hier rechts door de boompjes heen. Nou, hier lukt het niet om 60 erin te rijden, gewoon rustig aan. En de rechte stukken kan ik weer gas geven. Dan zie ik daar binnen een bouwde komkom van Nune. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel naast. Ik wijk uit en ik schakel hem gelijk, terwijl ik in mijn spiegels kijk, terug naar 2. Kijk op de navigatie. Gelijk hier om de hoek komt er een zijstraat. Dus denk eraan, bestuurders die van rechts komen, voorrang verlenen. Kijk binnenspiegel, gas los. Kijk gelijk het straatje hierin. Er komt niets aan, dus ik kan mijn weg vervolgen. Rechts gelijk kijken, afronding van stoeplanden, opening tussen huizen, straatnaambordjes, kit aan herkennen in straat nadert. En ik geef rustig een beetje gas bij. Ik ga hier rechtsaf, binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole, dus de kijkstructuur moet altijd op orde zijn. Heel belangrijk. En in deze straat wil ik een bijzondere richting gaan doen. En ik ga keren op de weg. Ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik stop hem hier aan de kant. Kijk daarbij in je binnenbuitenspiegel. Ik zet hem in de eerste versnelling. Ga even goed om me heen kijken. En dan stuur ik helemaal linksom. Ik wacht tot hij bijna recht staat. Ik blijf om me heen kijken. Als hij recht staat, stuur ik snel rechtsom. Ik zet hem in zijn achteruit. En kijk even goed om me heen. Er komt niks aan. Ik stuur door. Ik wacht tot ik schuin sta. En op het moment dat dat is, stuur ik snel helemaal terug. Voet bij de rem, zachtjes tegen de kant aan. In de eerste versnelling, heel goed kijken en ik vervolg mijn weg. Binnenbuitenspiegel gas geven. Ik heb binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole, ik vervolg gelijk mijn weg. Op de turborotonde ga ik linksaf. Ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole, ik kijk gelijk naar links en rechts. En ik vervolg hier mijn weg. Ruim uitkomen altijd. Kijk toch alle straten in. Je kan alleen reageren op het moment dat je het gezien hebt. En dan gaan we straks richting Eindhoven. Dus we gaan de snelweg op. Ik kijk binnen buitenspiegel en ik rij rustig door. En dan gaan we zo dadelijk rechtsaf. Ik kijk binnenspiegel, ik kijk voor. Ik kijk rechterspiegel over mijn rechterschouder. Ik ga richting aangeven. Dan ga ik een nakontrole doen. Ik kijk in feite nog een keer. Binnenspiegel, voor, rechterspiegel, rechterschouder. Richting staat al aan. Ik kijk binnenspiegel, ik kijk buitenspiegel, want ik wil afremmen en terug naar de tweede versnelling. Ik zit hem in de tweede versnelling. Ik kijk even naar links. Ik maak een korte bocht. En dan zou je zien dat we op de autosnelweg uitkomen. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Ik ga snelheid maken. Dan ga ik gas geven. Ik kijk daarbij al een keer naar links om te kijken hoe druk is het op de snelweg. Ik ga snelheid maken. Ik mag 100. Overdag mag je alleen maar 100. Dan kijk ik even binnenspiegel voor, linkerspiegel naast. Ik geef richting. Ik doe een nakontrole. Ik verplaats terwijl ik hem in mijn spiegel blijf volgen. Ik kijk gelijk binnen buitenspiegel. En ik schakel hem door naar 5. En ik schakel hem gelijk door naar 6. Ga ik vooruit kijken. Zie ik het bordje einde autosnelweg aankomen. Er staat onder wanneer die eindigt. Dus dat is even belangrijk om te weten. Nou, je ziet na 300 meter gaat de autosnelweg eindigen. Betekent dat automatisch een 80-weg gaat worden. Nou, hier eindigt die. Ik kijk even in mijn binnenspiegel. Ik kijk in mijn linkerspiegel. Ik laat gas even los. Eventueel rem ik een beetje bij dat je 80 km per uur rijdt. En dan zo dadelijk wil ik bij de volgende verkeerslichten linksaf. Het op tijd doen. Ik kijk binnen, ik kijk voor, ik kijk naast en richting. Ik doe een nakontrole. Ik verplaats me. Ik zet heel even de richting uit. En dan ga ik linksaf. Ik kijk binnenspiegel voor, linkerspiegel naast, richting.
Ik doe een nakontrole. Ik kijk in feite nog een keer. En dan zal je een uitrijstrook krijgen. Altijd pas gas los en remmen op de uitrijstrook. Ik rijd eraf. Ik kijk erbij binnenbuitenspiegel. Ik ga alvast naar 2. Misschien wordt hij wel groen. Zo niet, dan ga ik stoppen bij de streep. Ik kijk binnenbuitenspiegeltje. Ik zet hem in de eerste versnelling. En ik kan gelijk door. Ik kijk toch de kruising op. Ik schakel hem gewoon naar 2. Ik kijk even links, rechts naar het fietspad. Ik kom binnenbouwen, kom van Eindhoven. Voor de rest is niets aangegeven, dus ik mag hier gewoon 50 km per uur. Ik kan het ook zien. Voorrangsbordje voor de kruising, dan is het op een 50 weg. Ik kijk toch de straten in. Ik kan alleen reageren op het moment dat ik het gezien heb. Linksaf. Ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. 30 zone, einde van de voorrangsweg. Ik kijk even. Fietser is nog recht, ver weg, dus ik kan hier mijn weg vervolgen. Ik kijk binnen bij het spiegeltje en ik rij rustig door. 30 zone betekent de straten. Bestuurders die van rechts komen, moet ik voorrang verlenen. Ik kijk even naar links. Ik kijk naar rechts en ik blijf mijn weg vervolgen. Dan ga ik hier linksaf. Ik heb binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Rechtdoorgaand verkeer moet ik voor laten gaan. Deze heeft een korte bocht, dus ook die moet ik voor laten gaan. Dan vervolg ik mijn weg. Ik kijk binnen, buiten, spiegeltje. En ik rij rustig door. Binnen, buiten, spiegeltje. Ik moet een beetje uitwijken voor die aanhangwagen hier. Ik kijk even links, rechts op het spoor altijd. En dan gaan we de eerstvolgende weg linksaf. Kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Let op de weg die nog van rechts komt. Rechtdoor komt er niks aan. Voetganger achter mij is nog ver. Als hij rechtdoor loopt, zou die ook eerst mogen. Ik ga verder en ga ik rechtsaf. Ik heb binnen, voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk toch even naar links. En ik vervolg rustig mijn weg hier. Nou, rustig aan, rechts kijken. Bestuurders van rechts moet ik vooraan verlenen. Binnen-buitenspiegeltje kijken. Afronding mijn stoeprand. Komt dus weer een zijstraat aan. Kijk binnenspiegel. Ik laat gas los. Kijk de straat in en ik rijd door. Binnen-buitenspiegel voor de drempel. Gas een beetje loslaten. Rustig tegenaan laten rollen. Blijf links de weg volgen. Dit is een in-uitritconstructie. Dus hier hebben we van niemand last. Moeten ze wachten voor ons. Ik blijf hier recht doorgaan. Toch nog even kijken. Bestuurders van rechts voorrang verlenen. Ik kijk, er komt niks uit. Ik kan mijn weg vervolgen. Nou, je ziet al verderop het bordje einde, Eindhoven. Gelijkwaardig, ik mag hier niet inhalen. Blijf achter die fietser. Is het gelijkwaardig, is het verboden om in te halen. Dus even erachter blijven. Kijken goed. Kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Dan zou ik er voorbij mogen gaan. Zit nog een zijstraatje links. Ik wacht nog heel even. En hierna ga ik er ruim voorbij. Binnen buitenspiegeltje kijken en passeren. En ik mag 60. Kijk even navigatie. Dan zie ik precies wanneer de straatjes komen. Ik kijk even binnenspiegel, buitenspiegel voor de drempel. Rustig aan. Laat me rustig tegenaan lopen. En rustig je weg vervolgen. Rechts een gesloten verklaring. Maar er kan wel iemand uitkomen. Misschien aan mensen die daar wonen. Dus binnenspiegel, geen zicht. Ik rem af. Ik schakel even naar 2. Rustig aan. Goed kijken, komt niks aan, ik rijd door. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel en ik ga rijden weer naar de 60 toe. Dus ik zie dat ik de rode pijl heb. Ik kijk binnen, buitenspiegel. Ik haal die fietsers nog even in. Kijk bij het terugkomen. Voorrangskruising, splitsing. Dus ze moeten mij voor laten gaan. Er komt niks aan, ik kan door. Ik kijk even in mijn spiegels en ik vervolg mijn weg. Toch nog even naar het fietspad kijken. Rustig doorrijden. 30 zone. Binnenspiegel, buitenspiegel. Ik wijk uit. Een versmalling. Degene die het eerste is, die mag het eerste. Nou, het is hier ook echt smal. Dan valt het mee met de drukte in het verkeer. Maar het is echt een smalle straat. Binnen, buitenspiegel kijken. Rustig laten rollen. En dan blijven we slingerend rechtdoor gaan. Ik kijk even. Bestuurders van rechts voorrang verlenen. Ik blijf hier de weg naar links volgen. En ik rijd rustig door. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. En ik blijf mijn weg vervolgen. Let op het zijstraatje. Gelijkwaardig. Bestuurders van rechts voorrang verlenen. Dan gaan we zo dadelijk gaan we linksaf. Binnenspiegel, buitenspiegel voor de drempel. Ik laat mijn gas los.
Ik ga linksaf. Ik heb binnen, voor, buiten, naast. Richting. Ik doe een nakontrole. Fietspad van twee kanten vooraan verlenen. Ik kijk naar links en naar rechts. Er komen fietsers aan, dus ik wacht even op deze fietsers. En zodra die gepasseerd zijn, kijk ik en ik vervolg mijn weg. Komt rechts niks aan. Rustig doorrijden en mijn weg vervolgen. Kijk binnen buitenspiegel voor de drempel. Deze is hoog. En ik ga rechtsaf binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Dus denk eraan, kijkstructuur altijd goed hebben. Rustig laten rollen. Kijk diep die straat in. Naar voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk even naar links. Ik kijk even naar rechts. En dan vervolg ik rustig mijn weg. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Rustig doorrijden. Zijstraat, ik zie het aan het straatnaambordje. Ik kijk heel goed, bestuurders van rechts voorrang verlenen. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel en ik ga er voorbij. Wij hebben het obstakel, mocht er iemand aankomen. Nou, zijstraat, binnenspiegel, gas los. Kijk de straat in en rij rustig door. Ik ga even hier aan de rechterkant stoppen. Ik doe een nakontrole. En dan ga ik even de navigatie instellen. De navigatie. Touch. Nieuw reisdoel. En dan ga ik naar de Gelderopse weg in Mierlo. En dan pak ik de bovenste route. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik heb de navigatie ingesteld. Ik ga mijn weg vervolgen. Ik kijk binnen, buiten, naast, richting. Ik doe nakontrole en ik rijd rustig door. Zoals je ziet mag ik de rechtdoor niet in. Nu rechts afslaan. We gaan rechts, binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk heel even erbij naar links. En ik vervolg rustig mijn weg naar rechts. Diep de straat in kijken. Er komt niks aan. Ik kan door. Kijk ook de straatjes links in. Houd het in de gaten. Mocht er iemand aankomen, zal er hier tussen moeten. Hoogdrempeltje, binnenbuitenspiegeltje. En rustig je weg vervolgen. Over 150 meter rechtdoor rijden en daarna weer rechtdoor rijden. Zijstraat, goed kijken, bestuurders van rechts voor en verlenen. En we blijven rechtdoor gaan. Je ziet al een kruising. Rechtdoor rijden en daarna weer rechtdoor rijden. Ik kijk even naar links, ik kijk even naar rechts. Komt niemand aan, rustig mijn weg vervolgen. Rechtdoor rijden. Gelijk weer een kruising. Kijk even binnen buitenspiegeltje. Kijk, de zijstraat in. Er komt niemand aan. Ik zie verderop al een auto komen. Dus ik wacht hier tegen de wegas aan. Totdat die gepasseerd is. En dan kan ik mijn weg vervolgen. Of als in mijn binnenspiegel, buitenspiegel naast. En ik rijd rustig aan. En ik ga mijn weg vervolgen. Ik kom terug. Kijk eerst even nog naar links. Ik kijk over mijn schouder. Terug naar je eigen weghelft. We gaan zo dadelijk linksaf. Binnen, voor, buiten, naast. Richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk nog een keer. Zorg dat niet het fietspad blokkeert. Ik kijk binnen buitenspiegel. Je hebt hier geen zicht. Ik stop even voor de haaitanden. Links kan ik zien. Rechts zie ik minder. Ik rijd een klein stukje naar voren om zicht te halen. En dan vervolg ik mijn weg op het moment dat het vrij is. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Een voorrangsweg. Kijk toch even de straat in. Ik mag 50, dus rij ook 50 dan. Nou, de rotonde moeten we half rond. Denk eraan, een rotonde altijd rustig naderen. De eerste binnen-buitenspiegeltje kijken. Kijk even naar links, rechts. Het fietspad op, komt niks aan. Dan kan ik mijn weg vervolgen. Op de rotonde zit ook niks. Ik ga door. Ik doe kijken binnen-buiten naast richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk naar links. En naar rechts, er komt niks aan, ik kan mijn weg vervolgen. Ik kijk binnen buitenspiegel en ik ga naar de derde versnelling. Nou, je ziet de voorsorteerborden al. Ik wil rechtdoor blijven volgen, dus ik kan hier blijven rijden. Pijlen staan ook op de grond. Dus aan het bordje en aan de pijlen kun je het zien. Kijk toch het straatje even in. Je ziet de verkeerslichten staan rood. Ik kijk binnenspiegel, ik kijk linkerspiegel, ik laat gas los. Misschien wordt hij wel groen. Zo niet, dan zal ik moeten gaan remmen. Ik ga remmen, ik zet hem in de tweede versnelling. En hij wordt groen. Ik kijk even links, rechts de kruising op. Vervolg daarbij mijn weg binnen buitenspiegel. En naar de derde versnelling. Voorrangsweg, bordje staat hier. Binnen Boudekom staat hij altijd voor de kruising. Kijk toch nog even naar rechts dus. Dus kunnen hier de weg op komen rijden. Binnen buitenspiegeltje. Hij wordt inderdaad rood.
Ik ga rustig remmen en ik stop bij de streep. Ik zet hem gelijk in de eerste versnelling, controleer hem naar die groen wordt. Binnen-buitenspiegel, links en rechts. De kruising opkijken, de eerste 1-2 seconden rijden er vaak mensen de rood heen. Ik kijk binnen-buitenspiegel en ik zet hem in de derde versnelling. Voorrangsbordje voor de kruising, ik kijk even, komt niks uit. Nu zie ik het bordje buitenbouwde komen. Ik ga eerst kijken binnen-buiten, naast of het niet wordt ingehaald. Dan mag ik de snelheid verhogen en dan mag je 80 km per uur. Kijk alle straatjes in. Ik kom binnen een bouwde kom. Ik kijk in mijn binnenspiegel. Ik kijk in mijn linkerspiegel. Ik ga rustig remmen. Ik pas mijn snelheid aan. Je mag nog maar 50 km per uur. Dus ik ga ook echt 50 rijden. Voorrangsbordje voor de kruising. Keel kan zien dat je binnen een bouwde kom zit. Dit bord geeft de snelheid aan. Hij geeft niks aan, dus ik zit goed. Nou, we gaan een rotonde krijgen. Ik moet bij de tweede afslag eraf. Rotondes altijd voorzichtig naden. Kijk naar het voorsteerbord. Op de rechtdoorbaan rijden dus. Ik kijk binnenspiegel, linkerspiegel. Ik ga rustig afremmen in de tweede versnelling. Ruim op tijd. Kijk naar links en naar rechts voor fietsers. Geen fietsers. Dan mag ik er overheen rijden. Ik kijk door. Ik ga verder. Kijk over de rotonde heen al. Binnen, buiten, naast, richting, na controle. Links, rechts kijken. En je weg vervolgen. Binnen, buiten, spiegeltje, gas geven. De volgende rotonde moet ik linksaf. Dus ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk binnen, buiten, spiegeltje, in de twee. Geen voetgangers, geen fietsers. Links, rechts kijken. En ik vervolg rustig mijn weg. Ik stuur rustig mee. En dan ga ik hier zo dadelijk rechtsaf. Binnen, buiten, naast, richting, nakontrole, links, rechts kijken en je weg vervolgen. En dan gaan we weer rechtsaf. Binnen, buiten, naast, richting, nakontrole. En ik ga rustig hierdoor. Ik ga rechts. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk even links. En ik vervolg rustig mijn weg. En dan zijn we weer bij het CBR aangekomen. Ik ga vooruit een vak in. Ik kijk binnenspiegel voor, buitenspiegel naast. Ik geef richting aan. Ik doe een nakontrole. Er komt niks rechtdoor gereden waar ik rekening moet houden. Ik pak hier het eerste vak waar ik tegenkom. En ik parkeer de auto. Ik zet hem neutraal. Ik zet de handremmer op. Ik doe de sleutel uit de rijen. Dan kan ik de koppeling loslaten en dan ben ik klaar. Haal de sleutel er altijd uit daarna. Bij het uitstappen, dan kun je nog op zakken. Dus dat is nog een belangrijk ding. Gordel eerst losmaken, dat stapt wat makkelijker uit. Maar als je uitstapt, even binnenspiegel kijken voor linkerspiegel naast. Je pakt de portier, je kijkt nog een keer en dan stap je uit. Op die manier moet je dat gaan doen. Nou, dan zijn we terug bij het CBR. Je zal met de examinator mee de zaal ingaan. Hij gaat je daar de uitslag geven. Ben je geslaagd? Dan zal hij vertellen wat je mee moet nemen naar het gemeentehuis. Dus een pasfoto. Je zal geld mee moeten nemen. Je ID moet je meenemen. Heb je een bromfietsrijbewijs? Moet je dat meenemen om de nieuwe gaat krijgen? Ben je niet geslaagd? Dan is dat een teleurstelling. Dat snap ik. Maar blijf heel goed luisteren. Zodat je je volgende keer je eigen wel kan verbeteren. En dan het wel gaat halen. Heel veel succes allemaal. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk en nuttig? Geef een blauw duimpje omhoog, een comment en vergeet niet hieronder te abonneren. Doei!